Goedemorgen deze morgen. Vandaag weer een Drenthe beweegt door. Welkom bij de Warming Up. JP, start de muziek, dan kunnen we beginnen. Je staat mooi rechtop. Je kijkt met je hoofd van de ene naar de andere kant. Heel mooi rustig. Maken we langzaam de nek mooi los. Laatste keer op de ene kant. Laatste keer op de andere kant. Hartstikke goed. Kom in de midden. Leg je kin op je borst. En kijk omhoog. Kijk weer terug naar het midden. De armen komen en we gaan zwaaien. Komt ie. Zwaai, 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 zwaai. En als er iets meer in zit, mag je een schaatsbeweging maken. Schaats, 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 schaats. Hartstikke goed. Kom maar weer rechtop. We gaan de schouders losdraaien. Ene schouder mooi naar achter. 1, 2 en de laatste. Andere schouder naar achter. Hartstikke goed. Deze schouder gaat naar voren. Nog eentje. En nu komt de andere schouder. Draai je mooi naar voren. Nog één keertje. En we gaan weer zwaaien. Zijn jullie er klaar voor? Gaan we beginnen. Zwaai, 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 zwaai. Daar zijn de mensen. Mooi. We maken er weer een schaatsbeweging van. Dus stap mee. Mooi. Hartstikke goed. Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Kom langzaam weer omhoog. Handen op de heupen. We gaan draaien. Problemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost. En we gaan de andere kant op draaien. Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening. Of je staat. Kom maar staan met de knieën bij elkaar. Kleine rondjes met je knieën. Kan je alvast oefenen voor de wintersport. En de andere kant op. De mensen die zijn daar gelukkig. Hartstikke goed. Kom maar weer wijd staan met de benen. We gaan de laatste keer zwaaien. Zijn jullie klaar? Zwaai, zwaai, zwaai. Kijk een beetje met je handen mee. En we gaan weer schaatsen. Hartstikke mooi. Super. Oké, gezellig dat jullie er weer zijn. We gaan vandaag oefeningen doen met kracht en een stukje balans. En daarvoor hebben we nodig de gewichtjes. Maar je mag het ook doen zonder gewichtjes of met een gevulde fles. Allemaal goed. De eerste oefening die we gaan doen, gaan we op één been staan. Dus het andere been doen we omhoog. Je mag gebruik maken van een stoel, mocht je balans wat minder zijn. En wisselen. Heel mooi, heel goed. En gaan we weer wisselen en dan gebruiken we ook het gewichtjes. Die doen we naar voren. Gewichtjes terug, wisselen van voet en de gewichtjes weer naar voren. Weer rust. Nu gaan we hetzelfde nog een keer doen, alleen dan de gewichtjes omhoog. Dus op één been staan en gewichtjes omhoog. Moet je tussendoor even corrigeren, helemaal niet erg. Ga gewoon weer zo snel mogelijk op één been staan. Gewichtjes weer omlaag, andere voet. En gewichtjes omhoog. Heel mooi. Voeten naast elkaar. Gaan we met één voet uitstappen. Uitstappen naar voren.
rugjes naar voren. Je mag het ook bij je houden, wordt er iets minder zwaar van. Dat is het mooiste. En dan gaan we indraaien. Even vasthouden. En rustig de andere kant op. Heel goed. Hou balans. En weer rustig terug. De andere kant weer op. Mooi balans houden. En de laatste. En weer indraaien. En weer rustig terug. Ga weer op twee voeten staan. Ga weer terug naar de balans. Op één voet staan. Laat de gewichtjes gewoon hangen. En het andere been gaan we voorlangs zwaaien. Ook hier mag je weer gebruik maken van de stoel uiteraard. Zoals bij elke balansoefening. En wisselen. Heel mooi. Hou mooi de balans. Tussendoor mag je corrigeren, geen probleem. Oké, we gaan weer wisselen. En dan gaan we natuurlijk de armen naar voren doen. En weer zwaaien met de andere been. Heel goed. En weer wisselen. En armen weer omlaag. Gaan we de laatste twee doen, maar dan met de armen omhoog. Gaan we omhoog en mooi voorlangs zwaaien. Armen weer omlaag, op het andere been. Armen weer omhoog en voorlangs zwaaien. Nou, je mag gebruik maken van de stoel hoor, geen probleem. Nou, okay. Zetten de voeten weer naast elkaar. Gaan we nu met de andere voet uitstappen. En doen we de... Heel goed. Doen we de armen weer naar voren of bij je houden. Beide is goed. Dan gaan we weer indraaien. Rustig terug. Andere kant op. Heel mooi. Rustig terug. En weer indraaien. Rustig terug. En de laatste. En weer rustig terug. Kom weer rechtop. En dan waren dit de krachtoefeningen voor vandaag. Dank u wel. Dames, mooi dat jullie erbij zijn. En ook jullie thuis, kom allemaal meedoen. Op en lach. En op en lach. En op en lach. En op. We gaan wat sneller. Op en lach. Op en lach. Oh ja, de beide armen en de beide benen erbij. Dat is moeilijk. We proberen het gewoon thuis en hier. We gaan nog even door. Nog 4 keer. Nog 3 keer. Oh, dit ging mooi. Nog 2 keer. En de laatste keer. En het lichaam naar de voorkant. Naar voor en naar de zijkant. Zij en terug. Weer naar voorkant. En naar de zijkant. En nou ietsje sneller. Voor, achter, links, rechts. Voor, achter. Oh, lukt het nog een paar keer? Dit ging mooi. Voor, achter, links, rechts. Voor, achter. En de laatste keer. Oké, omhoog en voor. Omhoog en voor. Omhoog en voor. Omhoog. En neem je been mee naar de zijkant. En terug en je andere kant, zij. En weet je wat? Dan doen we straks de armen erbij. Oké, linkerbeen, rechterarm. Op. En, oh, dit wordt moeilijk, hè? Op. En lach. Probeer nog maar een keer. Op. En lach. En op. Ja, giet goed aan deze kant. Op. En lach. En op. En lach. We doen nog 2 keer. Op. En lach. En de laatste keer. Helemaal geweldig. Beide armen naar de zij. En voor. Beide armen zij. En voor. Beide armen zij. Ja, dit is beter, hè? Man, je komt zo snel in de war, hè, van coördinatie. Maar dat is de bedoeling, hè? De linker en de rechter hersenhelft aan het werk zetten. En hebben we de buik strak? En we doen. Op. En op. Doe maar mee. Je hakken naar de hand en de hand naar de hakken. Lekker. Hop. En hop. We doen nog 4 keer. We doen nog 3 keer. We doen nog 2 keer. En dit keer een rondje met het lichaam. Links en terug. En links en terug. En links
en terug. En de andere kant even op. We zetten hem in de achteruit. Buikspier nog mooi strak, hè? We doen nog 4 keer. Nog 3 keer. Heel goed. Nog 2 keer. En de laatste keer. En op. En laag. En naar de voorkant. En omhoog. Dames, dit was het coördinatiestukje. Geweldig dat jullie er waren. Vandaag ben ik bij een huisartsenpraktijk om een van de vragen van de kijkers te laten beantwoorden. Een van de kijkers geeft aan dat ze steeds meer scheef gaat lopen naar de linkerkant. Is daar ook een oplossing voor? Nou, het is belangrijk om te weten of de scheefstand ook een medische oorzaak heeft. Dit kan bijvoorbeeld door een ingezakte rugwervel, door een heup die versleten is, klachten van de knie. Als er geen medische oorzaak is, kan het ook houding gerelateerd zijn. Dan is het belangrijk om naar de mensendiektherapeut of de fysiotherapeut te gaan. Het is weer tijd om te ontspannen. Doet u gezellig mee? We zakken een beetje door de knieën en bij het opkomen tap je met de ene voet aan en de volgende keer met de andere. Ja? Tap. En zwaai me lekker mee. Tap. 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 En lekker zwaaien. Helemaal alles los. Laatste keer. We gaan de handen op de knieën. En bij het naar boven komen ga je van je rug lekker bol maken. Strek hem maar uit. Dan gaan we weer laag. En nu maken we de rug hol. Kijk naar boven. Billen naar achteren. En voel die rek in je onderrug. Laag. En duw hem hoog. En laag. En omhoog. Kijk naar voren. En los. Even strekken, even losdraaien. Armen wijd. Zo wijd als je kunt naar voren. Vingers in elkaar strengelen. Duw ze naar voren. En hef ze zo hoog als je kunt. En los. En los. Doen we nog een keertje. Wijd. Vingers in elkaar. Duw van je af. Maak je rug lekker bol. Handen hoog. Los. En we gaan ze voor ons langs zwaaien. Andere kant langs. En nog een keertje. Helemaal laag. Laatste keer. En naar achteren. En naar voren. Stap naar achteren. En naar voren. We gaan de kuiten even lekker strekken. 1 been voor het andere. En ga maar langzaam naar beneden. Voel je als het goed is in je kuit, in je achterste been. En langzaam omhoog. Zet je been terug. Andere voeten voor. Langzaam naar beneden. Lekker bungelen en voel die rek in je kuit. En terug. Oké, we zwaaien nog even lekker uit. Fijn dat u meegedaan heeft. Graag tot een volgende keer bij Drenthe Beweeg Door.